Heerenveen vandaag, de woonplaats van Gerald Cibon. Hij is populair daar, anders hangt er geen doek van 9 bij 6 aan een muur bij het grootste plein van de stad. Men vindt hem daar... formidabel. Ja? Ja, formidabel. Cibon woont in een buitenwijk van Heerenveen. En daar legt hij uit waarom hij stage gaat lopen bij AZ. Ik heb voor AZ gekozen omdat Gert-Jan Verbeek daar werkt. En daar heb ik bij Heerenveen ontzettend fijn mee gewerkt. Cibon kennen we vooral als spits van Heerenveen. Hier scoren tegen AZ en natuurlijk van Ajax. Daar in Friesland is hij een grootheid. Een stageplaats of trainerschap daar lag voor de hand. Nou, ik heb niet gevraagd hoor of er een plek was bij Heerenveen. Ik heb, het is wel helder dat het bij Heerenveen dondert op het moment. En dat is natuurlijk niet het meest ideale instapmoment. En ik heb zoiets van, nou, laten we eerst maar eventjes de storm overwaaien of echt uitbarsten. En dan zien we daarna wel verder. Want op bestuurlijk vlak zijn er grote problemen bij Heerenveen. Terug naar Van Henk, of meneer De Jong, zoals ze hem daar noemen. Hij ziet in de stap van Cibon een fraai staaltje carrièreplanning. Laat het mooi eens gegaan gaan. Hij weet wat hij doet. Ja. Zoals vroeger in de voetballerij en nu ook weer. Het is heus geen normaal jongen. Nee. Cibon moet nog wel een paar diploma's halen om in het betaalde voetbal actief te mogen zijn als trainer. Om dat proces te versnellen, moet hij ervaring opdoen. Ja, ik heb geloof ik een stuk of 8-9 clubs gehad, dus deze kan er wel bij. Ik bedoel, van overal pik je wel weer wat op. Het zal dus forense worden voor Cibon. Komend seizoen dus vaker in Alkmaar te bewonderen dan in Heerenveen.